NPS-voorzitter Gregory Rusland was afgelopen zaterdag tijdens haar opojari in Grundjari duidelijk. Als er geen interesse is dat de NPS zitting neemt in een regeringscoalitie, het voor hem ook niet hoeft. Rusland geeft aan dat de NPS vanuit elke plek haar werk binnen de samenleving kan doen. De partij is een betrouwbare partner en er is gevraagd om in de regering zitting te nemen. Er zijn diverse gesprekken hierover gevoerd en er is teruggekoppeld met de structuren, zei Rusland. Op basis waarvan er toen ook afspraken zijn gemaakt met de VHP. Als je de NPS toen had gezegd, je bent er buiten. Weten we niet wat de situatie vandaag de dag zou zijn. Dus het is makkelijk actie NPS om mee te doen. Is dat uit de overtuiging dat de NPS iets in te brengen heeft. De NPS is een waardige partij. De NPS is een partij die een groot deel van dit volk vertegenwoordigt. En de NPS heeft iets te bieden. De NPS heeft een history in dit land. De oudste politieke actieve partij in Suriname. 75 jaar. Met een traditie van regeren. Regeren op basis van goed bestuur. Transparant bestuur. Deskundigheid. Partijgenoten. Met inbreng van elke groep, etniciteit, godsdienst of wie dan ook in Suriname. Dat naar NPS. Rusland onderstreept dat andere partijen helemaal bij de NPS zijn gekomen om de partij te vragen te participeren in de regering. Op basis van bepaalde afspraken die waren gemaakt, heeft de achterban besloten dat de Groene Partij in de regering kan plaatsnemen. De discussie of de NPS een aanhangsel is van de huidige regering of niet, is volgens Rusland onnodig, aangezien de partij zelfstandig de verkiezingen is ingegaan en zelfstandig besluiten neemt als coalitielid. Gaandeweg moeten wij constateren dat niet alles volgens afspraak loopt. Maar we kijken nog uit naar de invulling van die afspraken die toen gemaakt zijn. De NPS, zoals ik aangeef, is een betrouwbare partij. De wie met afspraak gaan we onze afspraken nakomen. En wij gaan er alles aan doen, in alles wat wij doen, om ervoor te zorgen dat wanneer er wie in de wereld komt, dat het in belang is van Suriname, voor alles mag. Dat is waar wij voor gaan. Partijgenoten, we zien dat de regering treedt aan. En we zien dat natuurlijk in de werk, relatie, er continu zaken zijn die besproken moeten worden, bijgesteld moeten worden. De NPS staat in ieder geval gereed om de verkiezingen in te gaan in 2025 of zelfs eerder, gaf Rusland aan. De NPS heeft volgens de voorzitter de potentie om de komende verkiezing het verschil uit te maken.